Welkom bij Healing Sound Movement Televisie. Mijn naam is John Konsmulder. Ga naar HealingSoundMovement.com en neem ook een kijkje op WorldPeaceChild.com. En kijk even op duurzaam24.tv. Maar neem vooral ook een kijkje op adbroeren.nl, want dat is mijn gast van vandaag. En uh, ik introduceer hem even door, uh, hier zie je de andere boeken liggen, daar hebben we al een gesprek over gehad. Dus healingzaalboek.com voor die tv-uitzending. Uh, een menselijke economie is een van zijn boeken. En ending, the Global Casino. Maar, vrij exclusief en net uit, hier is het nieuwe boek, Geld komt uit het niets. Uh, jij zegt geld is waardeloos. Uh, ik schrijf geld komt uit het niets. Dat is iets anders. Dat gaat over het geldschippingsproces. Ja. Geld krijgt waarde door wat wij ervoor doen. Uh, als we elkaar een dienst uh, verlenen of als we een goed voor elkaar maken, een product voor elkaar maken, dan uh, geven we waarde aan iets. En die waarde die komt tot uitdrukking in de prijs en in het geld wat je daarvoor betaalt. Maar de relatie van waarde en geld is omgekeerd. Het, is, het hoort zo te zijn dat het product, de dienst het uitgangspunt is. En dat wat wij leveren. Maar het is zo geworden dat geld het uitgangspunt is. Dus als je geld hebt, dan kun je iets. En niet van ik kan iets en daarom heb ik recht op geld. Wat de feitelijk juiste, gezonde verhouding is. En dat zou uh, volgens mij dan weer rechtgezet moeten worden. He, dus dat uh, die uh, dominantie van geld die het nu heeft, dat die weg, weg zou moeten. En dat daarvoor in de plaats moet komen een uh, economie die uh, gebaseerd is op de menselijke maat. En op uh, mens zijn en niet op geld. Commerciële banken die scheppen geld door schuld. Dus dat is anders dan wat centrale banken doen. Centrale banken die kunnen... Uit het niets geld scheppen, eh, eh, commerciële banken die scheppen geld door schuld. In feite dus ook door het niets, hè, want het enige wat in feite die commerciële banken doen is digitaal een getal invullen in het systeem en dan is er geld ontstaan. Tot 1971 is er zoiets geweest als een goudwisselstandaard, mm -hmm. hè, dus dat er een, uh, uh, een verband was tussen de hoeveelheid goud en de hoeveelheid geld... Maar uh, die goudwisselstandaard is losgelaten. De goudstandaard was al lang weg, hè, maar de goudwisselstandaard is in 1971 losgelaten. En na die tijd heb je ook die enorme explosie gehad van de geldhoeveelheid. Want geld werd geschapen op basis van fiat. Hè. Dus uh, het werd dan gewoon een kwestie van: wordt geld vertrouwd? Hè, dan is het een wettig betaalmiddel door. Uh, toe te staan dat geld met geld wordt verdiend, dat je daardoor een basis creëert dat er enkele een enorme rijkdom verwerven ten, uh, ten koste van de massa. En met die enorme rijkdom ook een gigantische macht, want macht en geld zijn aan elkaar verbonden. Daaruit ontstaat dus dat je hè, als iemand dus, uh, het recht heeft, hè, dus, uh, zoals uh, de godvader van de Rothschilds uh, zei, Meyer Amschelm, van geef mij het recht om geld te scheppen en uh, het maakt mij niet uit wie er op de troon van een land zit. Hè, en, uh, uh, dus de wetenschap van dat dat een enorme macht gaf. Dat, dat geldt. En bovendien een geweldige rijkdom. Want je kunt dus in feite op basis van een fractionele dekking van goud, wat toen in die tijd nog gebeurde, kun je dan geld uitlenen, rente over dat geld lenen berekenen. En dan ook nog een keer als die leningen niet worden terugbetaald, rente over rente gaan berekenen. He, dus hetzelfde gebeurt ook met uh, de economie. De economie gaat dood aan rente en dan met name aan woekerrente. Dus 10% verdient ten koste van 80% en 10% is dan ongeveer in evenwicht. He, maar dus, uh, de, de, grote, de kleine minderheid die verdient aan de grote meerderheid en die kleine minderheid die kan dus geld voor zich laten werken. Die verdient geld met geld. Zeg maar in de 18e eeuw, 19e eeuw was dat uh, heel duidelijk. Hè? Dus dat uh, banken, uh, de centrale banken, privaat bezit waren. Die hadden aandeelhouders en die aandeelhouders die maakten in feite de dienst uit. En het is inderdaad juist wat jij zegt, dat uh, uh, die centrale bankiers uh, eigenlijk werkten voor uh, de vorsten en voor, uh, voor de adel, de geestelijkheid van die tijd. En ervoor zorgden dat ze... Het geld kregen om uh, hun oorlogen te kunnen voeren, om uh, hun levensstijl te kunnen bekostigen. En dat in feite daarvoor het volk werd uitgeleverd om de belasting te betalen, waarmee die schulden weer konden afgelo worden afgelost. Uh, de hogere klasse was toen in die tijd ook vrijgesteld van het betalen van belasting. De, banken zijn, de centrale banken zijn dan na de oorlog genationaliseerd. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee dus ook. ...de controle en de uitgifte van geld in handen kwam van de landen. He, want uh, vervolgens werd er dus op de uh, financiële markt geleend door, uh, door uh, landen. He, dus uh, de, uh, op aangeven van de centrale banken werden dan uh, staatsleningen werden uitgeschreven. Die moeder die heeft dus gezegd, van als mijn zonen geen oorlog willen, dan komt er geen oorlog... He, dus met andere woorden, de invloed en de macht was al zo sterk. He, dat uh, zonder uh, een Rothschild werd er geen oorlog gevoerd. He, want die financierde de oorlog ja. en verdienden er ook gigantisch aan. En aan beide kanten? hè? Ja, ik bedoel, de Engelse Rothschild financierde de Engels, het Engelse leger. En uh, de Oostenrijkse Rothschild uh, financierde het Oostenrijkse leger. Ja, zo ging dat. Dus de geschiedenisboeken geven niet helemaal weer hoe oorlogen tot stand zijn gekomen waarschijnlijk? Uh, nou, dus, uh, die, 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 dat verhaal van de, de materiële belangen, financiële belangen, uh, die, uh, nee, dat, uh, dat zie je dus niet zo in de geschiedenisboeken terug, nee. nee. En dit is een voorbeeld van, uh, van meer uh, ja, manipulaties. Hè, dus uh, in de 19e eeuw werden ze gehaat. ...en uh, hebben ze zich dus ook eigenlijk toen al tactisch teruggetrokken uh, door, wat jij zegt, stroommannen naar voren te schuiven... ...en die uh, in feite hun werk te laten doen. Wat ze hebben gedaan, dat is natuurlijk gigantisch uh, gebruik gemaakt van de zwakheden van mensen... Hè? ...dus de adel in die tijd, hè? dus hun uh, hang naar uh, luxe, uh, hun expansiedrang... He, uh, nou, dus, begeerte, egoïsme, he, door, door, door daarop in te spelen, hebben ze in feite hun fortuin gemaakt. Het is heilzaam, of het is niet heilzaam. En wat ik probeer duidelijk te maken in dit boek: geld uh, komt uit het niets, van dat het financiële stelsel wat we nu al drie, drie eeuwen hebben, dat dat onheilzaam is. Mm. He, dat we daarom ervan af moeten, want we komen niet verder, we draaien rond in een cirkel. En die, voortgedreven he, door die begeerte en dat egoïsme. He, en een volkomen materialistische kijk op economie. He, en wat ik probeer gewoon is duidelijk te maken: van als wij spiritualiteit en uh, materie niet verbinden met elkaar, dan blijven we gewoon uh, ronddraaien in cirkels. De mens centraal, vandaar menselijke ja, economie. Ja, ja. Wat ik zo mooi vond uit ja. dat verhaal, en ook van die Braziliaanse manier, die jij allebei beschrijft in je boek. Uh, voor mijn gevoel ontstond daar. Daardoor, door die voorwaarden zo te postuleren en dat ja. te implementeren in het bedrijf, ja. Ja. verbinding en loyaliteit. Houdt dat in als we, dat kunnen we dit model kunnen extrapoleren naar een soort wereldeconomie? Ik heb het niet over de New World Order, New World Bank, je snapt waar ik naartoe wil. Maar een echte menselijke sociale economie in verbinding. Ja. Is dit model op te schalen voor de hele wereld? Of voor andere ondernemingen, grote multinationals zelfs? Nou, ik denk dat het principe hè, van, uh, dat een organisatie door de mens zelf gedragen wordt en niet door enkelen, en dat de hiërarchie uh, verdwijnt, uh, dus dat het een, uh, een platte organisatie wordt, ja, dat dat natuurlijk een geweldig goed uitgangspunt is. En dat dat overal zou moeten worden toegepast, maar daar is iets voor nodig. En daar is voor nodig dat de mens zelf verantwoordelijkheid gaat nemen. He, dus wil je echt verandering, dan moet je jezelf dus ja, daar ook voor inzetten. Dan moet je het ook willen dragen. Maar die, die bereidwilligheid, zo noem het maar even, ja. die gaat denk ik, uh, of die, dat is een gevolg van een mentaliteitsverandering, ja. een bewustzijnsverandering die eerst moet plaatsvinden. Ja, en daar heeft Samler er dus 25 jaar over gedaan. voordat uh, de organisatie en de mensen in de organisatie zover waren dat ze het concept begrepen en er ook in durfden te stappen. Ja. Maar dan krijg je wel een echt duurzame onderneming. We krijgen echt een duurzame onderneming en dat is dan ook deconditionering. En het is eigenlijk wel heel erg opvallend, vind ik, gewoon dat dat geslaagde experiment, dat dat helemaal is weggeschoven. Het is, kort is het in het nieuws geweest, in periode zo tussen 2004 en 2007. Maar zeker nu in die crisistijd is het gewoon weer terug naar het oude. Terug naar, we moeten het controleren, kosten van belang. Uh, als uh, te veel mensen op de loonlijst staan, hup, weg ermee. Uh, dus het is gewoon weer allemaal de klok teruggedraaid. Ja. Zie jij de EU als een mogelijk volgend zwart gat? En dat bedoel ik met name omdat er aanwijzingen zijn, die beschrijf je in je boek. Dat de EU misschien toch wel een soort aansturing achter de schermen heeft gehad. Om ook te zorgen dat er makkelijker marktmanipulaties kunnen plaatsvinden? Dat zijn meningen van sommige mensen. Ja. Uh, hoe zie jij de constructie van de EU en de functie die het nu. Uh, nou ja, de, de, daar schrijf ik dus ook over in het kort uh, dat de uh, EU een uh, niet-democratisch instituut is. En dat is ook echt zo. Hè, de EU-commissie die die de, de EU wordt is... niet gekozen. Ja. Behalve uh. de, de parlement, maar die heeft weinig in, zijn, in zijn. Uh, En het uh, EU-parlement heeft uh, geen uh, besluitvormende bevoegdheid. Uh, dus die kunnen alleen adviseren en uh, de Raad van Europa, idem dito... De Euro Europese Commissie heeft dus in feite alle macht. Maar bestaat uit niet gekozen mensen. Ook de Europese Centrale Bank mm. hè, uh, wordt ook niet democratisch gekozen. Hè. Uh, het beschikt ook over gigantische macht. Uh, dus uh, de macht wordt geconcentreerd nu momenteel in handen van een kleine groep die niet dem democratisch gekozen wordt. Mm. En dat vind ik hoogst bedenkelijk. Ik denk dat, uh, dat de, dit gewoon een. Uh, Kunstmatige crisis is. Ik denk dat deze crisis uh, echt uh, ligt in de orde van de lijn van het spel van uh, de shockdoctrine die Naomi Klein zo uh, geweldig goed beschrijft. Shock in and in all. Boel. Shock and all, ja. Dus eerst een probleem creëren, uh, verwarring creëren, chaos creëren en dan met een oplossing komen. Eigenlijk precies wat David eigenlijk problem reaction solution noemt. Ja. Ja. Want je weet, je kunt ja. anticiperen wat de verwachting is. Ja. Democratisch zal daar niet steun voor zijn. Ja. Dus dat dwing je het af door een probleem te creëren, ja. een crisis, en dan heb jij ja. de oplossing. Ja. Nou, dan heb ik nog een shock voor de kijkers. Want we gaan Ad namelijk wat aanbieden. Want uh, als je denkt dat dit een chockerend verhaal is met alleen maar negatieve implicaties en consequenties. Ad draagt een hele mooie oplossingen bij in zijn boek en daar willen we graag aan meedoen, dus we hebben al wat budget voor zijn volgende boek klaar liggen. Eetbaar dit, geld, dit is onze eigen munt. Eetbaar geld, ik heb begrepen van mijn vrouw dat het biologisch dynamisch is, maar dat durf ik niet te garanderen. Oh, okay. Maar bij deze is dat alvast de eerste. Oh, investering. Nou ja, het het maar eerst serieus, het Ad... even controleren ja, ja precies. <laughs> oh, dat was een tand, <laughs> en jullie weten van. Investeringsbanken, nou, dit wordt een investering ons, het wordt een verzekeringszaak, ben ik bang. Maar even voor de oplossingen. Wat zijn de oplossingen die jij in je boek aandraagt? En wat zou uh, nadat het systeem misschien weer crasht, en misschien is het wel ontworpen om te crashen, uh, de volgende stappen kunnen zijn voor een betere wereld en een betere economie? Nou ja, het is het allereerste gewoon het uh, omkeren van de piramide. Dus dat uh, niet meer uh, de, bij geleid worden door die, die kleine groep. Maar dat we, wij mensen zelf gewoon het heft in handen nemen. En we, we kunnen het heft in handen nemen niet door strijd te gaan voeren, en maar zonder strijd gewoon onze eigen verantwoordelijk, uh, verantwoordelijkheid nemen. En initiatieven gaan dragen, steunen, actief gaan uh, ondersteunen, uh, die uh, potentieel hebben. En ik noem er een aantal in mijn boek. Uh, er zijn al zoveel initiatieven, hè. Uh, time banks, uh, uh, dus, uh, community currencies, um, transition towns, uh, permacultuur, er is, er is van alles. Heb jij gezien uh, tijdens jouw zoektocht van schrijven van je drie boeken, dat zo'n politiek van de ene instantie naar de andere, die elkaar eigenlijk de handen boven de hoofd houden, hmm. dat dat speelt? Nou. Ja, ja. Ja, ik weet niet precies waar ik op instap als ik een antwoord geef. Want uh, die draaideurenpolitiek. Dat Ja, uh, maar die, draaideuren politiek, die zie je natuurlijk echt uh, overal. Hè. En, uh, dus uh, de, de afhankelijkheid ja. van uh, banken, landen. Uh, en uh, dat, uh, dat ze eigenlijk elkaar in een houtgreep houden. Uh, en uh, er ook niet meer uitkomen. Hè, want dit is gewoon uh, ja, zeg maar een neergaande spiraal. Ja. Ik denk dat. Uh, wij hè, als zeg maar, gewone mensen, hè, dat wij ons niet realiseren van de gigantische uh, macht die wij hebben. Mm -hmm. en, want als wij nee zeggen, hè, als we onze voeten gaan stemmen en wij lopen ervan weg, dan zijn de multinationals zijn hun afzetgebied kwijt. Mm -hmm. en, en dan hebben de banken geen, uh, geen klanten meer waar ze hun uh, contracten aan kunnen sluiten. Mm -hmm. Dus uh, als wij met elkaar coöperaties vormen en wij gaan het op onze eigen manier gaan we het inrichten en we zetten onze schouders eronder, dan kunnen we zo ontzettend veel in zo'n korte tijd. Hè, want uh, ik heb het vaker gezegd: ik ben er gewoon echt er heilig van overtuigd dat de uh, menselijke geest er een is van. Uh, creativiteit van een oneindige creativiteit en als we die laten werken en we gaan daar weer in geloven en we zien dan resultaat komen, nou ja, dan, uh, dan is er geen houden meer aan. Dan gaan de sluizen open en dan komt er een andere wereld. Zo kritieke massa. Ja. 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 Over, en ooguit. en dus uh, nee en niet uh, on, nog meer energie gaan stoppen in het uh, overtuigen van uh, wat er nu op dit moment op het zadel zit. Op een gegeven moment merken ze dat het paard waar ze dachten op te zitten, dat dat er niet meer is. Dus als wij met elkaar die andere wereld hebben gecreëerd, zodat we duidelijke voorbeelden laten zien van zo kan het ook, dan kunnen ze niet anders dan daarin meegaan. Er zijn zoveel verschillende initiatieven John, dus, dus ik, ik geloof ook niet in van, er is één goede oplossing of zo. Hè. Er, er, zijn, uh, er is een diversiteit aan initiatieven, want er zijn zoveel hoofden, zoveel zinnen. En er zijn alleen maar verschillende mensen gewoon. En je moet ook niet met iets komen wat voor iedereen toepasbaar is. Uh, je, uh, het draagvlak zijn de mensen zelf en die moeten het creëren. Dat is een beetje het idee, zoals in biodiversiteit en permacultuur ja. ook centraal staan. Ja. Je zegt ja. eigenlijk: er zijn vele wegen die naar Rome leiden, ja. naar Brussel, ja. maar ook naar een betere wereld. En dat is een ja. universeel principe. Ja. Maar het hoeft geen universeel de, opgelegde spirituele of economische doctrine te worden, want nee. dat werkt niet helemaal. Nee. Doet me gelijk denken aan dat mooie verhaal, ook een positieve insteek. Dat verhaal van die man, wat we al over gehad hebben, die had het over leiderschap. Die werd gevraagd over leiderschap in zijn onderneming. Ja. Daar kreeg iemand net zoveel die gewoon werknemer was als een leider. Ja. Sterker nog, hij werd niet bestraft door een lager salaris. als hij geen leider meer wilde zijn. En hij werd ook nog eens afgerekend. door de werknemers die hem een half jaar als het ware. Uh, monitoren. Dat ja. vond ik een fantastisch verhaal. Ja, ja absoluut. En dus dat wereldwijd? Ja, waarom niet? Moeten mensen ook anders gaan kijken naar schaarste? Want ik heb begrepen dat een. Nou, best wel sterk, sterke munt. Dat het te maken heeft met schaarste ja. en aantrekkelijkheid. Maar ja. ik wil zo graag met jou praten over overvloed in de ja. wereld. Dus hoe zie ja. je de relatie tussen ja. schaarste en overvloed? Het is exact hetzelfde als waar jij goed in thuis bent in energie. He, dus uh, we weten dus langzamerhand echt dat energie niet schaars is. Ja. He, dat uh, energie uh, schoon en uh, oneindig beschikbaar is. Zo is het ook met, uh, met de middelen voor het bestaan. Dus als daar geen geld tussen wordt geplaatst, geen schaars geld, maar je maakt als uitgangspunt van dat wat we voor elkaar kunnen betekenen, dan is daar alleen maar overvloed in. Dus dan is niet meer het geld bepalend voor wat we wel en niet kunnen. Want die schaarste is in feite een kunstmatig gegeven. Je gaat mensen indoctrineren met het idee van je moet eerst geld hebben en dan kun je pas iets. Nee. Jij kunt iets omdat je iets, omdat je kwaliteiten hebt. En die kun je dienstbaar maken, ten dienste brengen van de uh, gemeenschap, van de samenleving. Daarvoor word je beloond. Hoe krijgen we voor elkaar dat er eerlijkheid ontstaat over wat een bepaalde ruil, een bepaalde waarde, een bepaalde dienst waard is ten opzichte van een ander die daarmee geruild wordt? Ja, is nou dat ja. niet een centraal punt voor de vraag? menselijk bewustzijn? Ja, dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat uh, die paradigmaverschuiving, waar ik het over heb, hè, dat uh, ons bewustzijn zo uh, evolueert dat uh, wij uh, anders naar waarde gaan kijken. Ja. Eh, want als je anders naar waarde gaat, gaat kijken, ga je ook anders kijken naar van hoeveel moet dit kosten, hoeveel moet dat kosten, dat je dat continu aan het afwegen bent, hè, want dan krijg je weer het meer en het minder. Ja. Eh, dus uh, uh, pas als uh, wij zelf op een andere manier gaan kijken naar dat wat we voor elkaar kunnen betekenen, dan wordt geld ook minder belangrijk. En wie weet, ik hoop het, komen we dan in die geef-economie terecht. Is het een idee om voor te stellen een keuringsdienst van meerwaarde? Een keuringsdienst van meerwaarde? Dat <laughs> verstaat het nog niet, maar we kunnen het <laughs> Oké, okay, goed. Doen jullie mee? <laughs> Oké, okay, John, we gaan een keuringsdienst van meerwaarde gaan. Je hebt een, een onafhankelijke je, adviseur. Je, je, ja, 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 ja. Je, hebt een, je hebt een overgangsperiode. Ik beschouw het zo van, we zijn eigenlijk met z'n allen verslaafd geraakt aan dat geld. We hebben ons in feite laten indoctrineren met geld is zo belangrijk dat daar alles om draait. Dus zeker in het Westen zijn we er verslaafd aan geraakt. Dus het is eigenlijk een afkikproces. ...weerstand. Ik heb het niet over Shell, Monsanto, de multinationals die de status quo willen en die vast wel in de weerstand gaan, maar dan moeten we maling hebben en in de tussenfase gaan we er omheen en implementeren we die betere wereld en ze moeten mee of ze willen of niet, daar geloof ik in. Maar ook de weerstand in de geest, want als iemand afkikt, het laatste wat hij wil is toegeven aan het feit dat die ontwenningsverschijnselen komen. Dus mm. Heb jij het idee dat er collectieve ontwenningsverschijnselen zullen komen? Heb je het idee dat de crisis die onafwendbaar is daar juist misschien wel bij gaat helpen? Voor die transformatie kun je daar zie je daar iets nou, van? Ik, ik denk wel dat het niet zonder, uh, uh, zonder moeilijkheden zal gaan. Ik zonder denk slag of dat even, ja. daar zocht ik even. naar, nou ja, slag of dood ja precies. Uh, dus dat het echt wel nog uh, fricties gaat geven en dat er uh, ja, god, mensen uh, m, toch nog in dat reactiepatroon van uh, voor mij ik eerst. Hè. Ik ben niet zo naïef dat ik denk van, uh, dat uh, alle mensen klaar zijn voor een, een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van omgaan. Mm -hmm. eh, maar uh, uh, het gaat er vooral om, dat is wat jij al eerder zei, van dat er een kritische massa komt van mensen die het die begrijpen waarom het anders moet en die het ook echt willen en ook echt gaan doen. Mm -hmm. eh, uh, die, die mensen kunnen het verschil maken. Ja, Erwin Laszlo praat in zijn boek Het chaospunt over bifurcatie. Moet ik ook overdenken dat je als het ware een plank hebt met een bol en hij ligt of recht of hij gaat naar die kant of naar die kant. Zitten wij nu qua tijd, qua bewustzijn op zo'n punt dat het of die kant kan ...omhellen ja. of die kant? Ja, het is een kant op punt en dit. Ja. Het is echt de tijd van uh, nou ja, de, de, het gevaar en de kans. Hè. En, ja, het is aan de mensheid zelf wat we als zouden zijn. Ja. Het is niet meer een tijd van leiders geloof ik niet. Het enige wat je kunt is inspireren en hopen dat zoveel mogelijk mensen het gaan oppakken. Dus be the change you want to see in the world met voorbeelden rollen van hoe het wel moet ja. en dat als positiviteitsvirus de wereld door ja. laat het maken. Geld voor je laten werken is een parasitair gegeven. Ja. En er zullen een heleboel mensen dan op hun achterste benen staan als ze dit horen, maar het is gewoon zo. Nou, ik wil je danken voor het gesprek. Ik wil ook dat jij absoluut niet gaat werken voor je geld. Dus hier is de eerste investering van onze kant uit voor jouw Hobbit huis. Want dat gunnen we je graag. Oké, Als er een plek vrij is, dan willen we heel graag je buurman worden. Dan kunnen we verder praten. Lijkt wel leuk. En, um, voor de mensen thuis, de energie die ik zou hebben. Dat, had, dat is niet mijn menselijke energie. Maar volgens mij doelde. At op globalbam.com. En daar komt ook een themakanaal via Duurzaam TV. We hebben heel veel interviews daar gedaan. Een prachtige conferentie. Dus echte duurzame. Komt op op DVD's? Komt op dvd's, komt online, dus daar gaan we aan meewerken. Nou. Dus houd het in de gaten: globalband.com. Ga naar adbroeren.nl en voor onze tv-specials uiteraard: healingandsoundmovement.com. Ons verbindingsproject met kinderen: worldpeachchild.com. Mocht Shell of Monsanto meekijken, mee je kunt altijd investeren. Want we <laughs> willen samen met jullie naar een betere wereld. Dus doe en dat gewoon. En pensioeninstellingen. Die mag me ook meedoen. En <laughs> pensioeninstellingen, want ik ben nog geen 65. <laughs> oh, dat maakt hier helemaal Oké. Okay. Dankjewel, adbroeren. Uh, boek: Geld komt uit het niets. Beschikbaar overal, bol.com, Frontier, uh, de andere website. Orongo. Was, ja, Orongo. Van Arjan Bos. Van Arjan Bos van earthmedicine.nl. Ja, en, uh, en, en niet uh, te vergeten Herman uh, Heggen. En Frontier, Herman Heggen, daar gaan we weer. Herman, Kijk, weer daar Frontier. ben je. <laughs> nou, je ziet waar onze sponsoring vandaan komt. <laughs> en onze blange verstrengeling. Ik hoop jullie genoten hebben en dankjewel. En tot de volgende keer. Oké. Okay. <laughs>